De troubadour van de regenjas staat weer klaar. Wij kennen hem beter als Guus Meeuwis. Hij gaat weer een voetballer toezingen, bezingen. Wat is het, Guus, precies? Het is het bezingen. Bezingen. Toezingen is niet zo, want ze zijn er niet, hè? Als ik dat aan het doen ben. Ode. Ja, ode. Voor wie? Frank Rijkaard. Nou, ik vind het wel een terechte bondscoach. En hij oogt wat nonchalant, maar volgens mij is hij stiekem rete fanatiek. Ik denk van de grote drie, en dan hebben we het over Gullit, Van Basten en Rijkaard, was hij eigenlijk net zo goed, maar wel wat bescheidener. En dat zie je de mens Rijkaard wel, vind ik. De hoogste tijd? De hoogste tijd. Voor een ode aan Frank Rijkaard. Yep. Guus Meeuwis. Hij was als speler groot en sterk, de ultieme atleet. Belangrijk voor zijn ploeg, omdat hij veel voor anderen deed. Ze noemden hem een dromer, daar trekt hij zich weinig van aan. Want Frank is op zijn best, als hij zijn eigen weg kan gaan. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in de man die alles kon. Die alles heeft gezien en als speler alles won. Ik denk dat de bond gelijk had toen ze hem vroegen voor die baan. Nog altijd niet verloren, maar nog een lange weg te gaan. Die weg die liep van Ajax, van Portugal door naar Milaan. Om daarna nog voor één keer op het Museumplein te staan. En na wat onderbroeken lol, gaat Frank het voor ons doen. Eerst als speler, nu als trainer, wordt hij Europees kampioen.